Ja, ik zie eruit als een feestje, maar dat is niet voor niks. We zijn namelijk sinds vorige week 1 jaar aan het vloggen. En om dat te vieren gaan we ieder van ons even terugblikken naar de vlog die ons eigenlijk het meest is bijgebleven. Of die we het leukste of grappigste vonden. Voor mij is dat namelijk de vlog waarbij ik Anke probeerde te helpen met het snijden van een mango. Dat ging niet helemaal zoals gepland, dat ging namelijk in mijn vinger. Met een mes. Niet best. Ik voel er eigenlijk nog steeds niet heel erg veel van. Het is een beetje gevoelloos hier, dit stuk. Dus ik hoop dat het nog een keer terugkomt, maar ja, wie weet. En daarom was deze vlog eigenlijk de vlog die mij het meest is bijgebleven. Kijk maar even mee. Laten we beginnen met het snijden van een mango. Nou, ja, heb je hier al gesneden? En ook ik mag terugblikken op een van mijn vlogs die ik zelf een keer ooit heb gemaakt. En natuurlijk vond ik het allerleukste om een van mijn collega's te verrassen met een heerlijke merci. Dit kun je zien in de Valentijnsvlog die ik samen heb gemaakt met Anke. Laten we eens even gaan kijken. Hoi en leuk dat je kijkt, maar vandaag is het 14 februari, dus Valentijnsdag. Ga je even mee? Ja, kom, laten we gaan. En mijn lievelingsmedewerker van de Jumbo is Tansila, omdat ze heel vaak voor me werkt. En ik kan het heel goed met haar vinden op het werk. We maken grapjes tussendoor, maar we werken ook serieus door. Hallo, ik vlog hier vanuit het zonovergoten Spanje. Zoals jullie zien zit ik aan de Rosie. En daarmee wil ik even terugblikken op mijn allerlaatste vlog. Dat was namelijk het maken van Rosie, bevroren Rosie. Nou ja, goed, voor de zon hoef je eigenlijk helemaal niet naar Spanje, want het is super lekker weer in Nederland. Ja, en voor de Froze of Rosé hoef je eigenlijk ook nergens naartoe, want die kun je dus heel makkelijk lekker zelf thuis maken. Ik zou zeggen, maak lekker een Froze'tje thuis, ga lekker in de zon liggen, geniet van het weer. En voor de mensen die vakantie hebben, geniet van je vakantie. Proost! En ik ga jullie vandaag laten zien hoe je Froze. Dat is echt een super zoete drankje. Zelf hou ik van een zoete rosé, dus ik ga voor fris en fruiten. En voilà, gefrozen rosé. En ook ik ga terugblikken naar een van onze vlogs. Dat zijn vooral die bloopers. Die bloopers zijn ontstaan tussen al die vlogs wat wij gemaakt hebben. En dit vind ik het allerleukste. Laten we eens kijken. Ik ga jullie zien hoe onze karretjes, mandjes, dollies schoongemaakt worden door Clean Shopping. Wat gaan we dan vandaag doen, Anna? Heb jij een favoriete vlog? Of een vlog wat jij echt het allerleukste vindt? Laat het ons weten onder in de comments. En tot de volgende vlog. Doei!